Namens de staf van de Druiventuin natuurlijk, die deze avond, ik mag wel zeggen, mooie avond mogelijk gemaakt hebben. Namens Gordon McPhail is Nicole helemaal naar Nederland gekomen. En ik spreek namens de importeur van Gordon McPhail, ik ben Jan Beek. En ik werk dus onder andere voor dit geweldige merk, waar ik hartstikke trots op ben. En ik was heel blij dat wij dit in Nederland konden doen. Want naar mijn beleving hebben we vanavond echt iets gedaan. I didn't realize it, I was going to make you scared, but that's not what I'm here for. And thank you for all coming tonight. First of all, we're going to start off with the Bernomic Burgundy 2000 wood finish. It's 45%. Now, Bernomic is located in Speyside region. It's the smallest distillery in Speyside. Only two men work at the distillery, and you might see them here. This is Keith Cruikshank, the distillery manager, and then we've got Mike, who I always say he does all the hard work. You'll probably see him jumping everywhere around if you ever come to our distillery. They produce, just to give you an idea, they produce over 1 million litres a year. Actually, the official bottlers of Glenalvon. And that was probably, this is probably about 40 decades ago when we first came up with this range. Sherry op gewoon echt. En eigenlijk is het wel heel erg jammer, want ik heb jarenlang sherry gehaald op de bar. En eigenlijk zijn die maar zo weggegooid, zeg maar, als die staan ergens in de tuin of zo. Maar misschien had je wel geweldige whisky's kunnen doen. Ja.